We zijn omgeven door virus, dat is altijd al zo geweest. Maar wat we ook zien is veel verandering. De wereld verandert nogal. We zien sterke toename van de bevolking, veel verkeer, toerisme, veel handel, klimaatverandering. En als je dat soort veranderingen ziet, dan weet je zeker dat er ook gevolgen heeft voor de infecties. Die kunnen gemakkelijker verspreiden. Dus wat wij proberen te snappen is hoe al die veranderingen ook impact hebben op de kans op overstappen van virussen van dieren naar mensen. We zien in de wereld dat de ziekteuitbraken steeds grotere problemen geven en daarvoor is er ook meer onderzoek nodig. En er is veel vraag naar dergelijke faciliteiten. Er is ook bezorgdheid over dergelijk onderzoek. Het kan risico's opleveren. En we hebben hier alles gedaan om te zorgen dat die risico's beheerst worden. Daarvoor zijn ook toenemend internationale richtlijnen maatgevend en wij kunnen aan al die eisen voldoen hier. En we kunnen meerdere onderzoekers gelijktijdig aan het werk hebben. Mijn uiteindelijke droom is dat we uitbraken gaan voorkomen. Wat we nu zien is dat we heel goed zijn in uitbraakonderzoek als de uitbraken al gaande zijn. Maar waar we naartoe moeten is dat we al weten wat er aan zit te komen, waar de risico's zitten en dat we ook de tools hebben om die infecties tegen te houden.